We staan hier voor de kerststal van Reetje op de Markt. Die kerststal is al heel oud. Die is nooit veranderd sinds dat ik klein was. En er staan wel levende dieren in, maar ook poppen. En zoals je hier achter mij ziet, staan dus de poppen. Dus Jozef, Maria en het kindje Jezus. En ook een ezel. En buiten het zicht van de camera ook twee schapen die liggend aan het herkauwen zijn. Daar ligt een van de twee schapen rustig te herkauwen. En de ezels zijn met z'n drieën. Dat zijn de namen van de drie ezels. Kinze, Lis en Oscar. Nog even een breed shot van de kerststal van Reti. Dus die staat hier in opdracht van de gemeente. En zonder het te willen is er toch een verbinding met boom. Want ook Arne Kinze heeft hier aanleiding gegeven tot de naam van een van de drie ezels. En die blijft hier normaal staan tot na drie koningen. En zoals alles tegenwoordig is er een app voor andere kerststallen te gaan opzoeken.